Ja. Ook hier is een toilet. Minicamping de Lindehoeve in de Punt. Net onder Groningen. Je hoort hier vliegtuigen overkomen, af en toe, van Airport Eelde. Nou, nee, ik heb geen radio aanstaan, maar dat is achtergrondmuziek hier op het toilet. Dat is echt hartstikke net. Hier word je in een vliegtuig. Even kijken. Kijk, ik doe even mijn handen. Mijn hand op de tegelvloer. Ze hebben hier vloerverwarming. Het is lekker warm hier, echt. Twee toiletten. Dameskansen dicht, dus we dames moeten het ook hier even mee doen. Dat is logisch natuurlijk, hè, in de winter. Het toilet. Maar, moet je dit zien. Weer thermostaatkraan, dus je kunt koud afdouchen als je dat wilt. Of als je heel warm wilt, kun je hem dus warm zetten. Drie haakjes, een groot bankje en geen muntautomaat. Dus zit bij de prijs in. Zoals ik heb begrepen, kost het dat je lid bent van de vereniging, van de campingvereniging, kost het €13,50. Ik ben daar geen lid van. Nog niet. Dus voor ons kost het €15. Maar er zitten douchen zit daarbij in, stroom zit erbij in, wifi zit erbij in. Echt een supersnelle wifi, een hele goede wifi. Kijk, dit is bloemetje. Geen plastic bloemetje hoor, dat is een echte. En voor de liefhebbers, pepernoten. Als je je handen gewassen hebt, kun je hem hier drogen. Zie je dat? Zo'n blaasding is dat. Je moet je hand goed onder doen, anders doet hij het niet. Nou, ik kan wel even naar buiten gaan. Het waait wel heel hard trouwens hoor. En dames en heren, hier heb je ook nog een toilet en douche. Ja, hartstikke netjes. Er is nog een deur. Oh ja, dat is waar ook. We mogen even niet. Kijk. Stel dat iemand een hartaanval krijgt. AED. Oh, een koelkast en een magnetron. Een centrifuge staat hier nog. Nog wel eens een pakje om jerk in te vullen, denk ik. Allerlei informatiefoto's. De International Wooden Shoe Museum. Jawel. Nou, en warm en koud water, hè? Wasbakjes met warm en koud water. Ja, dus hier goed vertoeven. De harde plekjes. Ik zal hem even omdraaien. Daar ben ik weer. De zon schijnt. Lekker weer. Kijk, verharde plekjes. Overal zie je van die plekken, zeg maar, wat bestraat is. Zo hier. En daarin. Dat veld daar ook een hele hoop. Aan die kant. Hier heb je een stroomkast. Kun je het zien? Nou, is een beetje donker. Hè? Er zitten ook zekeringen in en er zitten vier strompunten. Vier strompunten. Zo te zien. Er zitten daar ook nog drie plekken. Daar heb je nog plekken. Er zijn meerdere velden. Dat is best wel ruim. Ruim opgezet. Als je kijkt, hè, dat je daar dus. Stel dat daar bij de lampie heb je dus daar een plek en de buren die staan daar. En daar. Dat is best wel ruim. Ja. Mooi hè. Vooral zo in de zon. We zijn dit keer niet alleen. We hebben buren.
Niet in de camper, maar in de caravan. We kwamen hier oprijden. En toen zaten we te kijken, waar kunnen we nou eigenlijk staan? Toen kwam dus de eigenaar, die kwam op de fiets. Kwam nu bij ons en zei, kom maar. Ik heb een mooi plekje voor jullie. Want ik had namelijk, waar ik dacht dat we zouden gaan staan, was het nog een beetje nat. Dus, toen zei hij, ga hier maar staan. En hier staan we prima. Daarna kwam zijn vrouw nog even, hebben we ook even ontmoet. Hele aardige mensen. Echt hele aardige mensen. Zonnetje schijnt nou nog lekker. Heerlijk. Alleen, binnen hè, is dat wel lekker zo achter glas. Maar als je dan buiten bent, staat best wel een koude wind nou. Maar goed, toch wel mooi. Nou, als je nieuwsgierig geworden bent, ik zou zeggen, kom naar de punt. En bekijk het hier maar eens even. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.